Wembley. Timbuktu. Van de vakantie, de camping in Frankrijk. Nou, succes mee. Van wie zijn jullie eigenlijk? En wat boek ga je lezen? Lesbia. Nassim. Oh, maar dat is een heel mooi boek. Jij gaat vast winnen. Heel veel succes. Wilco! Welk boek, jongen? Meester Kikker! Meester Kikker! Hartstikke leuk! Succes! En wordt kampioen, hè? Oké, dan hebben we hier Chris. Hoi, wat boek ga jij doen? Strattenliefde. Wauw! Wat een mooie meid. Mooi boek. Leuk. Succes, hè? Als hij de rekening van de hoenderovereen heeft ondergesnuffeld, gaat hij naar de rand, Eugenie, die druk in gesprek is met haar vriendinnen. Hebben jullie Eduard niet ergens bij de vijver gezien? Ik maak hem ongerust, want ik heb hem vanmorgen niet gezien, zegt Tom. Ja, dat is waar, antwoordde de witte gans in koor. Hij is vaak later... Bellis Wintercup. Ja, top. Hup, Bellis, hup. En dan? Wij doen de cup. Oké, nou ik vind het wel leuk, want cup en hup, dat rijmt. En het thema van de kinderboekenweek was rijmen. Doet wat hem gezegd is en blijft zitten waar hij zit. Boris springt zijn hok uit en gaat bij Martins voeten zitten. Jess komt er ook bij en snuffelt aan Boris. Mark steekt zijn hand uit. Hij laat Boris er eerst aan ruiken. Dan aait hij de herdershond voorzichtig over zijn kop. Hij verwacht dat de jonge hond enthousiast tegen hem aan zal springen. Maar Boris blijft rustig op zijn plaats. Ik dacht al, waar blijven ze nou, man? Ja. Ze had gewoon slapen. Ja, jij bent een professional, hè, Sarah? Ja, vorig jaar ook al gewonnen. Dat belooft wel een heleboel, natuurlijk. Even in de microfoon is echt mogen blijven. En ze loopt stampend achter haar broer aan de trap op. Ik ga niet mee, schreeuwt Isa als haar ouders hem achterna komen. Ik ook niet. Karst draait zich halverwege de trap om en kijkt zich ouders schriftig aan. Trouwens, jullie hadden het wel wat eerder mogen zeggen dat zoiets van jullie van plan waren. Het gaat over reptielen, vulde Anne-Marie aan. Meneer Storre knikte pijnzend. Hij glimlachte zelfs even. Het was een duivelse glimlach. Zo, dus meneer Frans heeft een huisdier meegenomen. Hij wreef in zijn handen. Dan heeft meester Frans de wet van Storm ernstig overtreden. Het is verboden huisdieren mee naar school te nemen. Zonder toestemming van de directeur. Loop ik terug naar mijn plaats. Vanmiddag moet ik bij hem komen. Niet omdat hij me leuk vindt, maar omdat ik achterloop met mijn werk. Hoe romantisch is dat? Amber, je moet echt een keer aan het werk, waarschuwt Esther mij, die druk aan het pen is. Zij heeft makkelijk praten. Het lijkt wel alsof ze geen moeite hoeft te doen voor die ingewikkelde grammatica zinnetjes. Kan ik er wat aan doen dat die letters voor mij maken? Ik kan wel vast een beetje verklappen. Er kwamen dieren in voor, hè, juf? Ja. Ja. Er kwamen dieren in voor. Ja. Maar ja, dat zijn nog meerdere boeken, hè, waar dieren in voor kwamen. Dus ja. Zullen we verklappen, juf? Nou, ik weet niet, bent u fan van dat dier? Ik vind ze niet heel eng. Oh, nee, juf Dee vindt ze niet heel eng. Ik vind ze ook niet heel erg als ze maar gewoon buiten blijven. Binnen ben ik er niet zo fan van, Wilco. Wij zijn er niet zo fan van.